De armoede in Nederland die moet gewoon keihard aangepakt worden. Maar zijn niks meer als economie-slaven. U bent alleen maar goed om de belasting te betalen en de EU te sponsoren. Dat moet u eindelijk eens een keer ophouden. De stem moet terug naar het volk. Het is meer als genoeg geweest. Bindende referenda, directe democratie en een gekozen burgemeester tegen armoede en voor een eerlijke welvaartsverdeling. Ik ben in het faillissement geraakt. En wat ellende is, Wiebes was de grote baas daarvan. Die heeft eindelijk alle kennis heeft die vervroegd met pensioen. Ja, ik. En nou zit met ellende. Die voor jou hoor. Ik zou jullie de stem op willen laten. Bedankt. Oh. Bedankt. Ja, ik ben ook wel een. Oké.
Mooi. Wat ben je op vier en zo? Dat bedoel ik je naam niet. Het gevaar dat al daar bedreigt. Dat is het grootste. Ik ben in het faillissement geraakt. En wat ellende is, Wiebes was de grote baas ervan. Die heeft alle kennis. Heeft hij vervroegd met pensioen, maar ik. Nou zit met ellende. Die voor jou. Ik zou jullie de stem ook willen laten. Genaamd. Ik heb een faillissement geraakt. En wat ellende is, Wiebes was de grote baas ervan. Die heeft alle kennis. Heeft hij vervroegd met pensioen, maar ik. Nou zit met ellende. Die voor jou. Ik zou jullie de stem ook willen laten. Genaamd. Allemaal stemmen! Allemaal stemmen! Ja! Dat is heel goed. Les jeunes, quel est votre métier? Oh, 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 quel est votre métier? Oh, 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 oh. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Anticapitalista!
Genoeg is genoeg! Anderval! De betalen de politieke! Dus wij eisen als volgt een eeuwige democratie met behulp van referendum! Want we hadden een raadgevend referendum, maar dat hebben ze van ons afgepakt! Dus mensen, kom de straat op! En laat jullie ongenoegen horen. Maar de politiek bestelt ons onze vrijheid, ons geld, alles. Ze hebben nooit genoeg. We leven niet in een democratie, maar in een dictatuur. Wij willen binnen de referenda directe democratie, een gekozen burgemeester, weg met armoede en een eeuwige welvaartsverdeling. Dat is wat wij willen. Een democratie zonder bindend referendum is geen democratie. Dat is een dictatuur. In jullie vier jaar mag je stemmen en voor de rest mag je je kop houden. Dat is democratie in Nederland. Weet je dat wel zeker? 160 kilo, dan krijg je die jongen omhoog. Ja, dat is wel. Goedemiddag, Emmen. Ik zie dat jullie een beetje verbaasd zijn door die gele hesjes hier nu. Die zijn allemaal. Ik ben daar maar van staan, want die gele hesjes die gaan voorlopig niet weg. Wij zijn een opkomende beweging in Nederland. En wat wij nu willen, wij willen in ieder geval dat er een einde aan de armoede komt. En wij willen gewoon een eerlijke welvaartsverdeling. Dat is wat wij willen. Dan kan ik mijn aardels hebben. Gewoon aan het praten. Ja, toch. Gewoon kijk, onze democratie die bestaat gewoon feitelijk niet meer. Want wij leven tegenwoordig in een democratie. Wij leven in de dictatuur van het partijkartel en de achterkamertjes van Den Haag en de Europese Unie. En het is eigenlijk hoogste tijd dat we daar nu als volk samen eens iets aan gaan doen. Gewoon om de simpelweg een reden dat u dan uw stem weer terugkrijgt. U heeft feitelijk helemaal niks meer te vertellen. U bent alleen nog maar goed om belasting te betalen en voor de verder rest niks. Onze ouderen, daar wordt heel slecht voor gezorgd. Ons zorgsysteem is een verdienmodel geworden. Daar wordt winst gemaakt en die winst die gaat naar de aandeelhouders en de directeuren van de desbetreffende zorginstellingen. En dat moet nu eindelijk gewoon eens afgelopen zijn. Geld die aan zorg besteed te worden en niet aan aandeelhouders. Hoe willen wij dit nu allemaal gaan veranderen in Nederland? Dat kan feitelijk maar op één manier. Er is maar één manier mogelijk om hier de partijkartel en onze democratie te herstellen. Er is maar één weg. En dat is de weg van bindende referenda, directe democratie en een gekozen burgemeester. Dit alles moet gewoon in de grondwet gaan komen, mensen. Anders zullen jullie voor altijd slaven gaan worden van het partijkartel in Den Haag, de achterkamertjes en de achterkamertjes van de Europese Unie. Mensen, word nu eens wakker. Doe gewoon mee. U hoeft niet per se een geel hesje aan te trekken. Het feit dat u ontevreden bent en dit ook kan laten blijken, is ook genoeg. Bindende referenda, directe democratie en een gekozen burgemeester. Dat moet in de grondwet komen, zodat u uw stem weer terugkrijgt en weer een grip op uw leven krijgt. Dat is nodig en niet wat ze bij D66 nu willen gaan willen. Dat is de Europese Unie in de grondwet gaan zetten. Dat is natuurlijk volstrekt onaanvaardbaar. Dan kunnen we net zo goed gewoon helemaal ophouden met Nederland en onze macht weer overdragen aan de Europese Unie. Dat is dus niet de bedoeling. Wij willen onze soevereiniteit terug. Binnen een referenda, directe democratie en de gekozen burgemeester. En dit alles moet vastgelegd worden in de grondwet. Gele hesjes zijn er ook voor u. Wij staan hier ook voor u.